Nou, ik schrik ervan dat het nog steeds dus kan. En ik ben ook boos dat dat soort mensen een mooi beroep gewoon kapot maken. Oh nee, toch niet weer zo'n zaak. En jammer dat we eigenlijk net niet een jaar eerder waren geweest. Nou, ik vind het een gemiste kans. Ik vind het een gemiste kans dat dat niet afgesproken kan worden. Waar is je pannenkoekenbuik? Maar zien? Ja, zo hé. Jeroen van Eck werkt al meer dan 10 jaar als zweminstructeur in zwembad De Zevenkampse Ring in Rotterdam. Hij merkt dat verschillende ontuchtzaken in de zwembadwereld zijn werk hebben veranderd. Ik vind het gewoon zonde dat het beroep wat ik doe in een kwaad daglicht wordt gezet door 1 of 2 personen. Ja, daar ben ik in het begin boos over. Maar qua werk zelf, nee, ik blijf gewoon het werk doen zoals ik altijd deed. Ik kan ook verantwoorden waarom ik dingen doe. Maar ja, mijn eerste reactie is wel dat ik even schrik. De politie heeft de 59-jarige zwemleraar uit Den Bosch aangehouden. De man wordt verdacht van seksueel misbruik. Nederland is in shock als 2 jaar geleden bekend wordt gemaakt dat zwemschoolhouder Benno L. uit Den Bosch ontucht heeft gehad met in ieder geval 57 kinderen. Het is de grootste ontuchtzaak in Nederland tot dan toe. Het is een afschuwelijk drama. De omvang is nu vandaag bekendgemaakt. Ik denk een omvang die ze weer gaan niet kent. Nu dat je dit weet, ga je wel tegen bepaalde dingen heel anders kijken. Je hebt vertrouwen in iemand en dat wordt meteen dat wordt beschaamd. Hoe kon het zo misgaan? Een cruciale factor is dat het toezicht totaal ontbreekt. Benno L. gaf vaak privélessen waar niemand bij aanwezig was. En dat dat kon gebeuren, is weer het gevolg van het ontbreken van een gedragscode waarin dat verboden wordt. Nou, destijds toen door de affaire Benno L. die toen plaatsvond, toen schrokken we eigenlijk van het feit dat hij er nog niet was. Want wij dachten van ja, het is toch eigenlijk heel normaal dat zo'n gedragscode er is. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Verbaasd door deze ontdekking laat de voorzitter van het Nationaal Platform Zwembaden in onze uitzending weten direct een gedragscode te gaan invoeren. Ik denk dat het bijdraagt aan het vertrouwen wat de ouders hebben in het zwemonderwijs. En als dat vertrouwen versterkt kan worden, moet je het gewoon doen. Gewoon doen, zei Stegers net na het drama in 2009. Nu, 2 jaar later, is het er eindelijk. Dit is hem? Ja, en daar zijn we heel erg blij mee dat hij nu eindelijk klaar is en dat we hem ook in het veld kunnen gaan verspreiden. Maar waarom heeft het zo lang geduurd? Ja, dat hadden we veel eerder moeten doen. Ja. Overigens is het wel zo dat de KNZB, die had al een regeling. Maar ook daarin gebeuren natuurlijk in de lessituaties nog steeds dingen. Dus helemaal voorkomen doe je het niet. Maar alles helpt en wat ons betreft had het ook voor die tijd al klaar moeten zijn. Absoluut. Maar het protocol ligt er nu en dit zijn de belangrijkste regels. Niet meer 1-op-1 lesgeven. Fotograferen alleen met toestemming van de ouders. En ongewenst gedrag moet direct gemeld worden. Er ligt nu dus eindelijk een protocol. Maar dat het 2 jaar op zich heeft laten wachten is extra pijnlijk, omdat deze maand alweer een nieuw schandaal opduikt. In Aalsmeer wordt een zwemleraar gearresteerd wegens ontucht met jonge kinderen. Een zwemleraar uit Aalsmeer wordt verdacht van seksueel misbruik van een kind. Het gaat om 3 aangiften. Dat is in ieder geval wat wij weten. Het gaat om seksueel misbruik, aangifte van seksueel misbruik. Nou, wat ons betreft ernstig. Pieter Litjes is burgemeester van Aalsmeer, waar de nieuwe ontuchtzaak zich afspeelt. Hij is geërgerd over het feit dat de strengere regels zo lang op zich hebben laten wachten. Ik denk dat het te lang geduurd heeft dat het protocol klaar was. En er is in 2009 een klemmend beroep gedaan door de voorzitter van het Nationaal Platform Zwembaden om zo'n protocol te maken. En als je dan ziet dat het in mei 2011 nog steeds niet voorgelegd is aan zo'n congres van dat Nationaal Platform, dan kan je gerust zeggen dat dat lang heeft geduurd. Wat dan door je hoofd gaat is dan, zouden we het hebben kunnen voorkomen als dit al ingevoerd was? Nou, dat is dus de vraag. Daar krijg je niet direct een antwoord op. Want het betekent niet dat dit soort zaken niet meer zal voorkomen. Het betekent alleen weer dat iedereen zich nog meer bewust is van het feit dat ze voorzichtig om moeten gaan. En dat gaat om de veiligheid van het kind of van de volwassene die daar toch heel kwetsbaar in is. Nou, jullie doen wel jullie best hoor. Hey. Heel goed. Als bijvoorbeeld een jongetje naar me toe komt en we hebben gezwommen met kleding aan. En daarna gaan we verder met badkleding. Die hebben ze er al onder aan. Maar ze krijgen de broek niet uit omdat er een knoopje vast zit. Ja, dan kan ik zeggen, nou, ik ga je niet helpen. Want het is toch een plek wat bepaalde ideeën kan wekken. Maar ik ga ze wel helpen. Alleen ik doe het wel op een plek dat iedereen kan zien dat ik alleen maar bezig ben met dat knoopje eruit halen. En verder niks. Het protocol is niet alleen laat,
Volgens burgemeester Litjens is het ook nog eens slap. De belangrijkste maatregel, het verplicht instellen van een verklaring omtrent gedrag, ontbreekt. Ook met het nieuwe protocol is het mogelijk dat een veroordeelde pedofiel aan de slag gaat als zwemleraar. Ik vind het ook jammer dat het nu overgelaten wordt aan aparte partijen. Aan de wil, zeg maar, van aparte zwembaden, van afzonderlijke zwembaden, om het wel of niet te regelen. Ik zou het prettig vinden als er in ieder geval een situatie wordt gecreëerd waarbij dat bij alle zwembaden waar les wordt gegeven aan minderjarigen verplicht geregeld wordt. Dat zouden we eigenlijk wel heel graag hebben willen doen. Maar de zwemwereld is zo complex. Je hebt eigen bazen, gemeentebaden, particuliere baden. Het is bijna niet doenlijk om daar één artikel van te maken waardoor je dat kunt afdwingen. Helaas. Het is moeilijk te begrijpen, ook voor zwemleraar Jeroen, die in zijn eigen zwembad al wel een verklaring omtrent gedrag moest overleggen. Ik persoonlijk heb er totaal geen moeite mee. Ik vind het alleen jammer dat het zo moeilijk moet voor anderen. Ik snap dat niet. De verklaring omtrent gedrag is een zwak punt van het nieuwe protocol en er is nog een belangrijk probleem. De regels die zijn opgesteld zijn niet bindend. Als je merkt, zeker na 2 jaar, dat je niet met een strakke gedragscode kan komen of met een strak protocol waarin een aantal zaken dwingend worden voorgelegd, dat je het dan toch een tikje hoger zoekt en wellicht dat dan de Rijksoverheid te hulp zou kunnen schieten bij het bedenken van hoe je dit kan oplossen. Wij hebben daar in ieder geval zelf niet op gewacht. De waterlelie heeft die verklaring omtrent gedrag aangevraagd. Daarvoor hoef je niet op een gedragscode te gaan wachten. Ik denk na de voorvallen die gebeurd zijn, wordt er meteen naar de branche gekeken en ook vanuit de overheid. En nou is er iets, nou is dat protocol, de gedragscode is er. Dan snap ik niet waarom het zo moeilijk is om dat er doorheen te krijgen. Dat het verplicht wordt voor iedereen in deze branche. Daar kan ik met mijn pet niet bij. Dat snap ik echt niet. Het ministerie laat weten dat de branche het toch echt zelf moet oplossen. En het platform gaat daarom haar enige pressiemiddel inzetten. Ze willen zwemscholen die zich niet aan de gedragsregels houden gaan verbieden om officiële zwemdiploma's uit te reiken. Het lijkt een loos gebaar, maar volgens zwemleraar Jeroen is het altijd nog beter dan niks. Ik ben blij met elk stapje die genomen kan worden om het vak wat wij doen te laten zien hoe mooi het is. Hoe goed wij het bedoelen. Ja, iets harder mag dat. Tot de volgende keer, dankjewel. Dankjewel. Harder. Doei.